Het leraartekort krijgt weinig aandacht in deze verkiezingen, terwijl de nood enorm hoog is. We gaan de politieke partijen wakker schudden. Hans Teunissen, hoe gaat D66 het leraartekort oplossen? Ja, we gaan de instroom verbeteren met een gratis nationale lerarenacademie. En we gaan de uitstroom voorkomen door meer regie voor leraren zelf, een betere begeleiding van jonge leraren, nieuwe leraren en door te blijven investeren in het onderwijs. En wat ga jij als eerste oppakken als je in de Tweede Kamer terechtkomt? Ja, in de Tweede Kamer wil ik vanaf dag 1 twee rollen vervullen. Ik wil aanjager zijn van de veranderingen die nodig zijn. En ik wil ambassadeur zijn van al die scholieren, studenten en leraren. Want uit ervaring weet ik, het is echt het mooiste vak dat er is. Op 22 november kunnen we het verschil maken. Kies dan voor goed onderwijs. Morgen vragen wij het aan een andere politicus.